coach voor haar maiden speech. Voorzitter, dank u wel. En laat mij beginnen om mijn medemedens ook te feliciteren met hun medespeech. En natuurlijk de voorzitter, want dit is zijn eerste grote debat. En uiteraard de heer Snel, leeftijdgenoot. Ik ben ook net 49 geworden. Topleeftijd. Voorzitter, wij leven in een welvarend land. Stabiel, niet al te grote conflicten en getuige de miljoenennota met nog steeds goede vooruitzichten. Hoe kan het dan zijn dat er een lerarentekort is? Hoe kan het zijn dat mensen met een modaal inkomen geen huis meer kunnen kopen? Hoe kan het zijn dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? Er is geen tekort aan geld. Er is geen tekort aan plannen. Er is een tekort aan eensgezindheid in deze coalitie om te besluiten hoe en waar het geld ingezet kan worden. Gelukkig is er een oppositie die deze coalitie kan helpen om de juiste beslissingen te nemen. En de PvdA-fractie doet vandaag een aantal suggesties waarmee de regering morgen al aan de slag kan. Voorzitter, ons onderwijs is een onderwerp van aanhoudende zorg voor deze regering, voor alle regeringen. Maar de laatste maanden meer een kopzorg. De PvdA-fractie kan zich namelijk niet voorstellen dat de regering zelf gelooft dat je met incidenteel geld een structureel probleem kan oplossen. En dat is ook niet zo. We lazen onlangs in de krant dat alle coalitiefracties meer geld voor onderwijs willen. Maar dat door de structuur van het coalitieoverleg de wens voor meer geld voor het onderwijs vergeten was. En ik hoop namelijk dat de kern waar is. Namelijk dat alle 4 de coalitiepartijen vinden dat er structureel iets moet worden gedaan tegen het lerarentekort. Want ouders voor de klas in plaats van bevoegde docenten, 4-daagse schoolweken, geen onderwijs voor 4-jarigen... klassen met 60 kinderen en rijke ouders die per jaar 200 miljoen bijbetalen voor de bijlessen voor hun kinderen. Publieke armoede noemen we dat. Voorzitter, ik kan er gewoon niet bij dat dit Nederland is. De leraren gaan volgende week actie voeren. Zonder trekkers, maar met steun hoop ik van veel Nederlanders. Maar liever gaven ze gewoon kinderen les. En de regering weet precies wat ze moet doen om die actie overbodig te maken. Het lerarentekort is volgend jaar niet opgelost met een eenmalig extra bedrag uit de najaarsnota. Het lerarentekort pak je aan met structureel geld en bestendig beleid. De leraren moeten weten dat er een einde komt aan de werkdruk. Het vak wordt aantrekkelijker als docenten in het primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs evenveel betaald worden als in het voortgezet onderwijs. En dat vergt dus structureel geld. En de regering realiseert zich denk ik ook dat kinderen in achterstandsbuurten het meeste last hebben van het lerarentekort. En dat ze door te dralen hun kans op een goed leven verkleinen. Voorzitter, mijn eerste vraag. Is de regering bereid om het lerarentekort daadwerkelijk aan te pakken en structureel geld toe te kennen aan het cruciale onderdeel van de begroting? Voorzitter, nu ik toch bij de dingen die geld kosten ben, wil de PvdA-fractie ook het aangekondigde investeringsfonds bespreken. In het doel van de plannen kunnen wij ons zeker vinden. Ons toekomstig verdienvermogen versterken, innovatie stimuleren, ontwikkelen van een circulaire economie. Allemaal heel goed. Maar wij snappen echter al niet waarom je daar een apart fonds voor nodig voor moet optuigen. Weet u nog het VES-fonds, het innovatieplatform? Dat waren in no time van die honingpotten waar de polder omheen kruwelde op zoek naar projecten voor het geld. Dat werkt niet. Nederland heeft een zeer goede infrastructuur voor onderzoek, zowel tussen de disciplines als in verbinding met ondernemingen die de innovaties kunnen uitvoeren. Dat bleek ook wel uit het onderzoek van de heer Renan Kan en mevrouw De Graaf. En ze is al vaak ter sprake gekomen in het debat over wetenschap, maar wat Mariana Mazzucato zegt over het nut van overheidsinvesteringen blijft een waarheid als een koe. Bijna alle innovaties hebben ergens een onderzoeker aan de basis die van de overheid geld en tijd en middelen heeft gekregen om fundamenteel onderzoek te doen. Nobelprijswinnaar Veringa zei zelfs dat met de huidige wijze van financiering hij nooit zijn baanbrekend onderzoek had kunnen doen. Voorzitter, de PvdA-fractie vraagt de regering of zij de meest efficiënte route naar een zinnige besteding van het geld wil nemen. Als je het verdienvermogen wil versterken, dan staan er honderden wetenschappers klaar, met plannen klaar om fundamenteel en toegepast onderzoek te doen.
En hoe geweldig zou het zijn als NWO een paar jaar alle goede voorstellen kan honoreren. En dat ze niet meer hoeft te loten tussen goede voorstellen. En dat er weer tijd en ruimte komt in de eerste geldstroom om fundamenteel onderzoek te doen. Voorzitter, de plannen voor het fonds zijn nog niet uitgewerkt. Wil de regering toezeggen dat ze ook serieus kijkt of de omweg van het fonds kan worden overgeslagen? Dan kan de regering morgen al beginnen met het verdienvermogen te versterken door de reguliere kanalen voor onderzoek en wetenschapsbeleid te steunen met meer geld. Dat geldt overigens ook voor een aantal andere nuttige investeringen op het gebied van woningbouw en klimaat. We geven nog een aantal suggesties. Ik zei het al net in het kleine debatje met de heer Knapen. Tijdens de APB in de Tweede Kamer werd er weer gesproken over volkshuisvesting. Dat gaat er bij de PvdA in als Gods woord en de ouderling. Dat zeg ik ook naar de SGP. En we zijn gelukkig teruggekomen van de waanidee dat de woningmarkt vanzelf goede en betaalbare woningen produceert. En tijdens de economische crisis hebben woningbouwcoöperaties een verhuurdersheffing opgelegd gekregen. En het resultaat is dat ze nu veel minder doen dan dat ze zouden kunnen doen. En als je wilt dat er weer maatschappelijke verbinding is tussen lage inkomens en middeninkomens en hoge inkomens, verschillende inkomensgroepen bij elkaar kunnen wonen, dan moeten woningbouwcoöperaties ook de middeninkomens kunnen bedienen. En het liefst ook zorgen voor zorg in de buurt, zodat ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. En jeugdhonken, buurthuizen, sportveldjes, zodat jongeren niet in handen kunnen vallen van de verkeerde figuren. Voorzitter, de huizenmarkt is ontploft. Mensen met een middeninkomen zijn aan de markt overgeleverd en kunnen geen kant meer op. Het is tijd dat de regering een opvatting heeft over volkshuisvesting en dat ze haar grondwettelijke taak volgens artikel 22 gaat omzetten in daden. De PvdA-fractie vraagt aan de regering of zij de inkomensnorm wil verhogen, zodat ook middeninkomens in die huizen kunnen wonen. En ik hoorde het net ook in het gesprek met de heer Knapen. Hij vindt ook dat de verhuurderheffing per saldo meer moet dalen dan per saldo stijgen. Want dat is namelijk nu het geval. Wil de regering ook dat toezeggen, dat de verhuurderheffing per saldo daalt en niet stijgt? De heer Cox. Voorzitter, ik ben ook blij dat mevrouw Vos blij is dat we weer over volkshuisvesting spreken. Naarmate je ouder wordt heb je meer verleden en in dat verleden van mij deed ze onder andere het jaar 1995 voor, toen de bruteringsoperatie plaatsvond. En die vond plaats toen de Partij van de Arbeid in de regering zat, samen met de VVD. Betekent, want ik ben echt blij met wat u zegt en wat andere partijen zeggen, maar betekent het ook dat de Partij van Arbeid zich nu realiseert dat die knip die we toen maakten, waar we in woningcorporaties feitelijk privatiseerden van de overheid, dat we die moeten gaan herstellen. Dat we op de ene manier of de andere manier de woningcorporaties aan zullen moeten koppelen bij de overheid om die fout uit het verleden, wie hem dan ook gemaakt heeft, om die goed te maken. Want we moeten nu wel boter bij de vis gaan leveren. Mevrouw Vos? Zeker. De PvdA heeft veel geleerd van die periode. En dat heeft u ook gezien in al onze inbrengen aan de overkant. En volgens mij ook de afgelopen jaren hier met mijn voorganger. Die harde knip die er gemaakt is. De manier waarop wij woningbouwcorporaties, maatschappelijk middenveld. Hè, dus verenigingen die bestuurd werden voor en door de gebruikers. Hoe wij dat hebben vermarkt, ja, dat is zeker een grote fout geweest. En ik ben blij dat wij ook mogen leren. Hervat uw betoog, mevrouw Vos. Ja. Voorzitter, ook hier weer. De plannen liggen klaar. De woningbouwcorporaties kunnen het. Morgen kunnen we beginnen. Ook gemeentes weten wel raad met die overschotten. Zorg, zwembaden, bibliotheken. Allemaal publieke voorzieningen die lijden onder publieke armoede. En wat ons betreft gaat de regering niet alleen een onderzoek doen naar die trap-op-trap-af systematiek. Maar investeren we morgen al in de publieke rijkdom? Daar heeft iedereen wat aan. Elke inkomensgroep heeft er wat aan. Voorzitter, het klimaatbeleid. Dat vergt net zoveel eensgezindheid als destijds die eerste polderaars die schouder aan schouder de dijken aanlegden. We moeten onze eigen energie opwekken. We moeten minder afval produceren. We moeten minder stikstof en CO2 uitstoten. En het klimaatbeleid, dat moet je niet politiseren. Dat moet geen strijd worden tussen bezorgde boeren en bezorgde jongeren. We moeten gewoon aan de slag. En ik denk dat zelfs een verstokte klimaatontkenner trots zal zijn als wij over een paar jaar Nederland energie onafhankelijk hebben gemaakt. En dat we weer echte winters en schone lucht hebben. En wederom, voorzitter, daar kunnen we morgen aan beginnen. De regering heeft daar de middelen voor.
Het overschot op de begroting kan ingezet worden om de leenfaciliteiten voor burgers om te verduurzamen te vergroten. Het overschot kan ingezet worden om de woningbouwcoöperaties te ondersteunen, die huizen energiezuiniger maken. Daar heeft ook iemand met een laag inkomen en een middeninkomen wat aan. De regering kan morgen aan de slag om klimaatmaatregelen voor mensen haalbaar en betaalbaar te maken. Voorzitter, nu een onderwerp dat geen geld kost, alleen moed. Dat vraag ik aan de minister-president. Ik wil het hebben over de normalisering van racisme. Het gegeven dat mensen zich niet meer schamen om racistische drek de publieke ruimte in te slingeren. Een van de meest schokkende voorbeelden daarvan waren de reacties op de troonrede van kinderkoning Youssef Khalid. Deze 14-jarige gymnasiast sprak in zijn troonrede over depressie bij kinderen. Een aangrijpend en moedig onderwerp voor een troonrede. Wat was zijn dank? Opmerkingen zoals deze, met naam en toenaam. Koning van de jeugd zijn van Nederland houdt voor mij in dat er een Hollands kind zit en niet dit. We hebben het over een jongen, 14 jaar, scholier, een mens en niet dit. En ik denk ook aan gemeenteraadslid in Emmen, Oegbaat Kilinci. Ze draagt een hoofddoek en ze is geboren in Somalië. En ik ga hier niet herhalen wat voor diep beledigende dingen zij naar haar hoofd geslingerd krijgt, ook als zij met haar dochtertje van 8, even oud als mijn dochter, over straat loopt. Door mensen die de schaamte voorbij zijn. Voorzitter, de kinderen van minister Kaag gebruiken de achternaam van hun moeder als ze solliciteren, omdat ze weten dat ze met de achternaam van hun vader niet uitgenodigd worden voor een gesprek. Het blijft diep treurig, arbeidsmarktdiscriminatie. Het kabinet gaat de discriminatie aanpakken bij uitzendbureaus. Maar dit soort beleid, het is al eerder gememoreerd, moet in vruchtbare bodem vallen. Als er een norm is, namelijk dat je niet mensen beoordeelt vanwege hun kleur of afkomst, dan heeft dit soort beleid ook meer succes. Het is oude beleidswijsheid. Het heeft pas zin om een wet te maken als 80% van de bevolking het doel van de wet logisch vindt. De strijd tegen het roken is ook makkelijker geworden nu de overgrote meerderheid van de Nederlanders roken gewoon vies vindt. De minister kan het ook, een norm stellen. Hoe hij spontaan reageert op een seksistische opmerking in de tijden van een Tweede Kamerlid. Die had het smalend over een theekransje toen het over de geschiktheid van mevrouw von der Leyen ging. En ik citeer de minister-president. Ik ben er zo trots op dat de functie van minister van Defensie tegenwoordig overal ter wereld door vrouwen wordt ingevuld. En dat meisjes, als ze geboren worden, tegenwoordig kanselier van Duitsland kunnen worden of België. Of voorzitter van de Tweede Kamer. Wat een verkeerde opmerking, zeg. Beuh. Dat zei de minister-president. Voorzitter, ik zou willen dat de regering dat vaker doet. De norm stellen en erin hameren wat normaal is. Racisme mag nooit normaal worden. Het is een rotte plek in onze samenleving. En ik ga ervan uit dat de regering met de PvdA-fractie eens is. Voorzitter, tot slot. Eensgezindheid heeft Europa het welvarende en vredige continent gemaakt dat het nu is. En ik begrijp het wel dat mensen hierheen vluchten voor hun veiligheid en een hoop op een beter leven. We kunnen het ons niet voorstellen hoe wanhopig je moet zijn als je weet dat je kan sterven in een vrachtwagen of op een rubber bootje op zoek naar een beter leven. De problemen die deze mensen ontvluchten lossen wij niet eenvoudig op. De Middellandse Zee afgrendelen of wat extra ontwikkelingshulp, dat pakt de oorzaken van die wanhoop niet aan. Het begin van een oplossing vraagt dezelfde eensgezindheid van het Europa na de Tweede Wereldoorlog om de oorzaken van armoede en oorlog aan te pakken. Helaas wordt er geschuurd aan die eensgezindheid in Europa en haar bondgenoten. En de PvdA-fractie hoopt vanuit haar vezels dat we blijven leren van de geschiedenis. Niet alleen voor onze eigen vrede en welvaart, maar juist ook voor de wanhopigen buiten Europa. We wensen de regering wijsheid en eensgezindheid toe bij de besluitvorming over vluchtelingen en het conflict in Syrië. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vos. De heer Cliteur. Meneer de voorzitter, ik zou graag mevrouw Vos, die ik wil feliciteren met haar mooie speech, die zou ik nog wat verder willen bevragen op dat concept racisme. Zij maakt zich zorgen, heeft ze net verteld, over de normalisering van het racisme. Ik moet maar zeggen dat ik me ook wel zorgen maak. Maar niet over de normalisering zozeer van het racisme, maar meer over wat ik noem de racificatie. Het ten onrechte tot kwesties van ras maken, wat eigenlijk misschien gewoon politieke meningsverschillen zijn.
Als je bezwaren hebt tegen bijvoorbeeld hoofddoeken in de publieke dienst. Of als je het bijvoorbeeld verkeerd vindt dat een minister naar Iran gaat en zich dan speciaal sluiert. Dan ben je geen racist. Dan heb je een discussie over de vraag of de ambtelijke dienst niet neutraal moet zijn. En of je het een goed idee vindt dat mensen religieus geoormerkt of ideologisch geoormerkt zich in de publieke ruimte moeten bevinden. En racisme is een heel ernstig verwijt. En mijn vraag aan mevrouw Vos zou zijn, wordt dat niet hier te pas en te onpas gebruikt? En doe je daarmee geen onrecht aan, eigenlijk, aan het nare van het racisme in de eigenlijke vorm in de eigenlijke zin van het woord? Mevrouw Vos. Dank u wel voor de vraag, maar nee. En ik wil ook geen semantische discussie hebben over wat precies racisme of niet racisme is. Want dan mist u het punt. En volgens mij wat we allebei belangrijk vinden, de voorbeelden die ik net noemde, dat gaat wel degelijk over racisme. Dat gaat over de kleur van de huid van Yusuf. Dat gaat over de kleur van de huid van het gemeenteraadslid. En het gaat ook om wat ze draagt. Maar ik wil het over racisme hebben, omdat die vorm van beledigen, die vorm van onderscheid maken van mensen, die is zo ontzettend pijnlijk, omdat iemand kan er niks aan doen hoe hij of zij geboren wordt. En ik wil het juist daarover hebben. We kunnen een hele semantische discussie hebben over wat dan precies wel en niet te ondervalt, of dat dan belediging is, ja of nee. Ik vind het ook soms heel beledigend wat er wordt gezegd tegen mensen met een andere politieke opvatting. Ik vind dat we daar ook tegen mogen optreden, en zeker in dit huis. Maar ik wil het even heel precies hebben over die hele oude rot in de samenleving dat we mensen beoordelen op de kleur van hun huid. Peter. Het probleem, voorzitter, dat is dat als we hier precies willen zijn, dat we dan juist ook wel precies moeten zijn op die semantische onderscheidingen. En we moeten dat woord racisme niet te pas en te onpas gebruiken. Mevrouw Vos heeft het terecht gezegd dat als je onderscheid maakt naar huidskleur, dan vind ik dat een hele serieuze zaak. Maar we moeten het niet gaan verwarren met allerlei andere discussies die je kunt hebben, bijvoorbeeld over hoofddoeken. Dus die semantische onderscheidingen lijken mij van belang. Ik vind ook dat als iemand een hoofddoek draagt, dat het geen enkele reden is om haar te beledigen. Dank u wel. Dan kijk naar meneer Schalk. Ja, dank u wel, voorzitter. De SGP werd nog even aangesproken over Gods woord dat een ouderling inging. Ik ben ouderling. Mijn opa ook, ja. Mooi, heel mooi. En de bedoeling van Gods woord is dat het bij iedereen naar binnen gaat. Laat dat mee beginnen. Ik kan u de Book of Mormon aanraden. Het is een hele leuke musical over de kieren. Ja. Mijn vraag ging eigenlijk over de oproep van mevrouw Vos om te zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort. En zij heeft ook gezegd dat het bijna niet mogelijk is om een huishouden te voeren. En in een van haar interrupties noemde ze dat ook voor een kostwinner dat het bijna onmogelijk is. Is het voor mevrouw Vos bekend, bij mevrouw Vos bekend dat bijvoorbeeld inderdaad kostwinners, eenverdieners, met een enorm probleem zitten, omdat zij tot 6 keer toe meer belasting moeten betalen als 2 verdieners. Dus je zult onderwijzer zijn, een huis moeten huren en in plaats van 2000 euro belasting betalen als je 40.000 samen verdient, maar dan bijna 12.000 moet verdienen. Dat is duidelijk. Mevrouw Vos? Ja, dat probleem is bekend. Tenminste, die maatregel, die heeft heel onherbiedig, wordt hij ook wel de aanrechtsubsidie of de aanrechtbelasting genoemd. Het gaat er mij om dat, en het was ook een vraag die ook een collega van de PVV stelde aan de minister van Onderwijs, waarom bijvoorbeeld er zo weinig mannen in het primair onderwijs werken. Dat heeft alles mee te maken dat je als man, in Nederland is het nog steeds dat de man graag ook kostwinner wil zijn, als man kan jij de kost niet winnen met het salaris wat daar betaald wordt. En daarom moet dat omhoog. En daarom is het belangrijk dat de inkomenskloof, de salariskloof die er is tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, dat die gelijk getrokken wordt. Overigens ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook omdat we graag mannen voor de klas willen hebben in het basisonderwijs. Schok, tot slot. Dat onderstreep ik van harte. En daarom kun je niet alleen naar die maatregel kijken van trek de salarissen gelijk, maar ook trek de belasting gelijk. Mevrouw Bikker. En volgende week uitgebreid spreken. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. Aan het eind van het betoog van mevrouw Vos blijft één ding wel bij mij hangen. Zij heeft het veel over de tekorten in het onderwijs, maar ook over de lonen die mensen krijgen in het onderwijs. En ik zie dat probleem. Ik voel dat ook voor een heel gedeelte mee. En tegelijk denk ik, het is niet alles van het probleem. Want weet mevrouw Vos bijvoorbeeld hoeveel een gewone soldaat verdient?
Volgens mij minder dan iemand die... Mevrouw Vos? Voorzitter, volgens mij verdient een soldaat, als ik de laatste lijstjes heb gezien, minder. Mevrouw Bikker? Ja, voorzitter, een soldaat verdient echt stukken minder. En ik snap de inzet van mevrouw Vos voor het betaalbaar houden, ook voor onderwijzers, dat ze kunnen leven. Maar ik zou dan ook van de Partij van de Arbeid een stevig pleidooi verwachten voor verhoging van het defensiebudget, zodat soldaten eveneens echt meer kunnen verdienen. En dat zouden we ook kunnen zeggen voor de wijkagent. Dus ik deel de zorg voor het onderwijs en voor het lerarentekort eens. Maar we kunnen niet alleen zeggen dat daar er een probleem ligt. Dan moeten we ook breder kijken. En dat verhaal mis ik bij de Partij van de Arbeid tot nu toe wel. Mevrouw Vos, tot slot. Ja, ik heb 16 minuten in totaal. Ik vind het ook heel belangrijk. Er zal binnenkort bij de defensiebegroting zal daar ook over gesproken worden. Ik weet dat collega Kerstens daar ook op inzet. Maar goed, mijn algemene verhaal is, er is publieke rijkdom. Er is heel veel rijkdom in Nederland. Er is genoeg geld. Er is al eerder zijn de pleidooien gehouden voor investeren in de publieke sector. Dus al deze mensen, alle mensen, agenten, verpleegkundigen, soldaten, onderwijs, om hun salarissen mee te laten groeien. Dat pleidooi ondersteunen we van harte. Ik heb alleen vandaag niet over defensie gehad. Mevrouw Bikker, heel kort nog. Ja, voorzitter. Nou ja, in de tegenbegroting van de drie linkse partijen, waar ik de Partij van de Arbeid dan nog het meest uiting aan hoor geven hier, mis ik dat. Maar ik ben heel benieuwd wat we daarin verder gaan beleven de komende weken. Tegelijk zeg ik wel, dit kabinet, en daar ben ik trots op, heeft extra geïnvesteerd in onderwijs. Er ligt geld op de plank. Ook als er cao's gesloten worden, kunnen ook docenten meer gaan verdienen. Kunnen ze ook naar een andere schaal. Dus laten we niet alleen maar doen alsof er zwarte, donkere wolken zijn. Er zijn ook lichtpuntjes en laten we daar met elkaar aan werken. Voorzitter, dat heb ik ook niet gezegd, dat er alleen maar zwarte wolken zijn. Ik zie wel een enorm glapend gat in de kloof tussen het salaris van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. En het lerarentekort pakken we aan als we die kloof dichten. Mevrouw Vos, dank u wel. Blijf nog even staan als u wilt. Ik ga u naar toespreken. Mijn hartelijke geluk wensen met uw medespeech. En staat er mij toe om iets van uw achtergrond te schetsen. 49 jaar, hè? Dat zijn uw woorden, die zal ik niet herhalen. Voor u zelf politiek actief werd, had u aan de Universiteit van Amsterdam als student politicologie het fenomeen al uitgebreid bestudeerd in politiek. Aansluitend ging u werken als OJO, onderzoeker in opleiding, aan diezelfde universiteit. Hetgeen uiteindelijk leidde tot uw promotie, sommigen noemen het afstuderen, in de maatschappij en gedragswetenschap. Niet lang daarna verliet u de wetenschap. U was als zelfstandig adviseur werkzaam bij verschillende organisaties, waaronder de Rijksoverheid. Van 2004 tot 2006 werkte u in tijdelijke dienst voor het ministerie van Algemene Zaken, om precies te zijn de Rijksvoorlichtingsdienst. U coördineerde het programma Waarden en Normen van het kabinet Balken en de Twee. Zeker. Heel leuk visitekaartje. Coördinator Waarden en Normen Nederland. Iedereen is er weer. In die periode richtte u met een aantal anderen het alternatief voor vakbond op, de AVV. Een vakbond voor outsiders in uw eigen woorden. Outsiders, in het geval van het AVV, zijn werkenden zonder verworven rechten, zoals flexwerkers, freelancers en uitzendkrachten. U werd in één klap het gezicht van een groep werkenden die zich niet vertegenwoordigd voelde door de traditionele vakbonden of politieke partijen. Het leverde u kritiek en lof op. Plus een uitnodiging om u te kandideren voor de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. De val van het kabinet Balken en de Twee leidde ertoe dat u iets eerder dan gedacht ja zei tegen de politiek in actieve dienst. In 2007 legde u de eed af aan wat wij hier noemen de overkant, tot de val van het vierde kabinet Balkenende. Na een korte noodgedwongen stop, de duur van het kabinet Rutte 1, keerde u in 2012 terug in de blauwe stoelen. Na het verlies van uw partij bij de verkiezingen van maart 2017 werd u opnieuw actief voor het AVV. En dat bent u nog altijd. Sinds 11 juni bent u opnieuw volksvertegenwoordiger. Dit keer in de groene bankjes en vandaag recht tegenover kabinet Rutte 3. Welkom bij het wonderlijke, soms grappige, pijnlijke, stupide, maar vooral eervolle werk van de politicus. U herkent uw eigen woorden natuurlijk direct. Het zijn uw woorden, opgetekend in
Politiek voor de Leek dat u in 2011 schreef toen u de Tweede Kamer net had verlaten. En op mijn beurt zeg ik nu welkom terug. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Bredenoort.